Ja, hoe draait het hier momenteel? Ja, uitstekend. Het draait door. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee tijdens de werkzaamheden van de bouw die al begonnen zijn. Met een licht maartje. Het is onrustiger op het terrein. En dat heeft wel te maken met alle werkzaamheden en drukte van de bouw. En dat merk je vooral aan de paarden. Die ook andere dingen moeten doen dan ze gewend waren. Ze staan op een andere plaats. En het is ook gewoon drukker af en toe. Ja, dat kan ik wel zien zo. Ja. Ze hebben ook hun wei niet meer waar ze lopen, hè? Nee. Helaas is de wei helemaal, dus te zien daar ook helemaal met zand en zandhopen, daaronder bedolven. Ja, want hoe draait zo'n dag hier op de manege? Kan je er iets over zeggen? Wij geven nou in de ochtend, rustig even. In de ochtend, dan is hier vooral de dagbesteding bezig. Dat is, wordt verzorgd door Avelijn en op de woensdag door de JP van de Bent Stichting. En die houden eigenlijk heel veel van deze organisatie draaiende. Want elke ochtend moeten die 10 paarden die moeten gevoerd worden, verzorgd worden. En de stallen moeten worden schoongemaakt. En het terrein verzorgd trouwens ook. Ja, want hoeveel mensen en hoeveel kinderen, hoeveel mensen met een beperking kunnen hier wekelijks op een paard rijden? Er wordt hier elke dag gereden op de woensdag vanaf 2:30, maar op de andere dagen vanaf 5:30 tot aan het begin van de avond. En vooral ook op de zaterdag en de zaterdagochtend, dan komt mensen met de meeste beperkingen die hier les krijgen. En op de zaterdagochtend zijn er dan ook heel veel vrijwilligers nodig. Per paard waarop iemand zit is minimaal 1 vrijwilliger nodig om te helpen voor de veiligheid. En daarnaast hebben we natuurlijk elke ochtend huifbedrijden. Maar dat gebeurt nog niet hier. Gaat straks wel daar gebeuren. Dan is het de weg al een beetje te zien. Dat gebeurt nu nog bij de bosrand. Ja, we staan hier nu nog bij een zandvlakte. Een zandvlakte die al eigenlijk een droomherberg van jaren. Peter van Heteren, ja, de voorzitter van de Gravenruiters, kan er vast een heleboel over vertellen. Ja, ik kan er inderdaad van alles over vertellen. We zijn heel blij dat we zover zijn, wat je hier ziet. Want de bouwput, zoals we dat moeten noemen, die is uitgegraven. Onze grondverzetbedrijven die zijn ons goed gezind en die hebben al het graafwerk al klaar. Dus de binnenbak en de buitenbak die heeft al het goede zandmateriaal. En zoals je kunt zien is er ook al een cunet uitgegraven voor een pad waar we straks met het huifbed overheen gaan rijden. Een cunet, wat is dat precies? Nou, hier lag goede grond, zal ik maar zeggen, waar gras op groeide. En dat is wat minder goed om een pad op aan te leggen. Dus die goede grond die is uitgegraven. Daar zien we een enorme bult grond liggen. En er is weer zand voor in de plaats gekomen. En op dat zand wordt straks een pad aangelegd. Juist. En ja, op die zandvlakte, wat komt daar straks allemaal? Daar komt een gebouw te staan wat 50 meter lang is en 35 meter diep. En in dat gebouw gaan wij een binnenbak maken en daar komen de stallen. En daar komt de kantine en de verblijfsruimtes. Dus alles komt straks onder één dak. Dat wordt dus echt een heel groot onderkomen. En waar wij nu staan, wat wordt dat dan? Waar de oude hokken nog staan en de oude tent en alles? Alles waar we nu staan, dat gaan we langzaam weer ombouwen en dat wordt straks weer weiland. En daar kunnen onze paarden naar grazen. En dan kan die bult daar weer weg? Ja, die bult hebben we nodig om het weiland op aan te leggen. Ja, dus dan gaat die bult daar weer weg. En mag ik vragen, hoe lang gaat het allemaal nog duren? Nou ja, weet je, dit zijn van die vragen waar je altijd heel lastig een goed antwoord op kunt geven. Want mensen onthouden heel goed als je een termijn noemt. Maar dit jaar gaan we zeker het vervolg van de bouw oppakken. Het grondwerk is nu klaar. En het wachten is nog op een paar formaliteiten. En dan kan de schop in de grond, hoef ik niet meer te zeggen. Maar dan kunnen we echt starten met bouwen.